is Radio Ideaal. Met het nieuws uit de Achterhoek. Mijn naam is Arno Wolsink. Goedemorgen. De Achterhoekse Wandelvierdaagse gaat vandaag van start. Bijna 1800 deelnemers lopen vandaag richting Hummelo, Keppel en Wiel. De politie in Doetinchem onderzoekt de poging tot een inbraak in een woning in Doetinchem. Veten strak, de pleisters nu al op mijn hak. Van jong tot oud, daar gaan we dan. De Vierdaagse gaat van start. Daar gaan we dan, het is nog vroeg. Vele kilometers voor de boeg. De mensen blij, de sfeer is goed. Er tegenaan met volle moed. Oh. Gezonder hap, zonder heren. We willen geen limo,
inmiddels zijn we door de prachtige bos aan het lopen bij Hoogkeppel. En ik loop naast mevrouw... Greving. Uit? Limbrecht. Limbrecht. Volgens mij komen we allemaal mensen tegen uit ver vandaan. Ligt bij Sittard in de buurt, dus dat is niet naast de deur, nee. En daar hebben ze ook zoveel mooie natuur en toch in de Achterhoek. Ja, maar hier is het ook heel mooi. Ja? Ja, ja, vind ik wel. Vaker meegedaan met de Achterhoekse Wandelvierdaagse? Nee, dit is de eerste keer. Dat kan. Ja. Hoe werd u op de hoogte gebracht van dit leuke evenement? Nou, ik loop wel de Apeldoornse Vierdaagse en de Heuveland Vierdaagse heb ik ook wel eens meegedaan. Ja. Dus dan weet je wel dat ze bestaan. En lid van de Wandelbond, dus dan, dan weet je dat soort dingen. U loopt veel, ook vier Vierdaagsers. Onderscheidt de Achterhoekse Wandelvierdaagse zich van anderen? Ja, ik vind het wel heel anders. Ik vind het leuk het kleinschalige. Ja. De parcours zijn overal weer anders. In Limburg heb je echt de heuvels en de smalle paadjes. Bij Apeldoorn is het de Veluwe. En hier is het ook weer heel anders. Ja. En elk gebied heeft zijn eigen mooie ding. Ja. Ja. Vier dagen. U kunt nog weinig vertellen waarschijnlijk over de routes. Want die kent u nog niet. Maar hoe gaat het met de voeten? Gaat u dat allemaal volhouden? Ja hoor, dat gaat prima. Dat moet lukken. U loopt? 20. 20 kilometer. Ja. Dat is goed zat. Dat vind ik mooi genoeg. Ja. To lie down for your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But I love her because she moves in her own way. But she came to my show just to hear about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams, paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But I love her because she moves in her own way. But she came to my show just to hear about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. You can never upset a kicking up spark. Don't see
Nou, hij zit erop. De eerste dag van de Achterhoekse Wandelvierdaagse. De dinsdag, de dag van Doetinchem. Mooie route. Route die we gelukkig allemaal kennen. Rob Kok, marsleider, ja, tevreden over deze eerste dag? Ja, super tevreden. We begonnen vanmorgen met een beetje regen, maar al heel gauw bleek dat de buienradar leeg werd. Dus het is nu hartstikke mooi weer, dus iedereen is eigenlijk tevreden over het weer. Ja, ik hoorde binnen al dat er vrijwel alle mensen zo'n beetje gestart zijn die zich hebben ingeschreven. Er waren weinig mensen die niet aan de start zijn verschenen. Dat is iets waarschijnlijk wat een positief iets is. Ja, dat is ontzettend positief. En niet alleen dat er weinig mensen niet gestart zijn. We hebben ook heel veel eendaglopers, dus we zitten nu ruim boven de 1800 lopers. Ja. En dat is eigenlijk nog meer dan vorig jaar, dat hadden we niet verwacht. Een volle tevredenheid daarover dus, het aantal inschrijvingen. En ook de komende dagen blijft het mogelijk, hè? Eén dag meelopen. Ja, mensen kunnen gewoon één dag meelopen en dat is geen enkel probleem. Vorig jaar was een dag vol regen, die eerste dag, over de dijk heen. Vandaag was het mooi weer en dan is zo'n wandeling over de dijk bij de Oude IJssel toch altijd mooi. Hè? Je hoort daar veel fijne reacties over. Ja, ik heb net mensen gesproken die zeggen, dit is echt de mooiste dag. Je loopt langs de oevers van de Oude IJssel en dan terug door het bos. Dus hier hebben eigenlijk van alles wat. Gisteravond, de opening, werd er even gesproken over het verplaatsen van de Achterhoekse Wandelvierdaagse. Het waarschijnlijk naar het voorjaar gaan, rond Hemelvaartsdag. Van waar die verplaatsing? Nou, we zitten nu toch met veel mensen die, dus, die echt willen lopen, die werken, die moeten 4 dagen vrij nemen. Of echt 4 dagen van hun vakantie afsnoepen. We gokken toch op mensen die ook willen oefenen voor Nijmegen. Dus de combinatie en het oefenen voor Nijmegen en geen vakantie hoeven nemen, zou het Hemelvaartdag rond ons een heel goed weekend zijn. Staat dat al vast of hangt dat nog van een aantal zaken af? Nee, het wordt overlegd met de bonden, dus het hangt er wel van een aantal zaken af. Maar het is wel onze intentie om naar de Hemelvaartweekend toe te gaan. Morgen, een dag van Bronkhorst. Een dag ook weer met heel veel Achterhoekse natuur. Ook weer genieten. Wat brengt die dag zo'n beetje als het gaat om de route? Ja, morgen gaan we jullie kant op. Jullie komen van Zelm, dus we gaan de echte dag van Bronkhorst, het Zelmse. En dan de wandelaars die verder gaan, die kan Halle Ruurlo die kant op. En ja goed, morgen belooft weer een spectaculair leuke dag te worden. Ja. Maar ik zie dat ook langs de kant van de route steeds meer mensen wat mensen aan gaan moedigen en gezelligheid brengen. Dat groeit elk jaar toch meer. En ik neem aan dat voor de komende dagen toch altijd welkom is. En mensen die zich even vervelen en denken, ik ga iemand aanmoedigen, altijd goed. Ja, dat is super welkom. Je ziet dat de wandelaars er gewoon van opvleuren als de mensen langs de kant staan om ze aan te moedigen. Of om een kleine tractatie aan te bieden, ook al is maar een schijfje komkommer of wat dan ook. Het wordt altijd gewaardeerd.